Bismillah, wassalatu salatu ala rasoolillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, vreedzaam met jullie allen. Reflecterend op het onrecht wat al meer dan 75 jaar gaande is, en die intensieve, extreme, onmenselijke vormen heeft aangenomen in de laatste weken, is het heel belangrijk om na te denken welke positie wij nou echt innemen en hoe wij het onrecht effectief kunnen bestrijden. Op basis van persoonlijke reflecties kan ik maar één ding vaststellen. Dit wat we nu meemaken, gaat straks in geschiedenisboeken komen te staan als een van onze zwarte bladzijden in onze menselijke geschiedenis. Zwarte bladzijden zoals Srebrenica, zwarte bladzijden zoals Zuid-Afrika, maar zwarte bladzijden zoals de Holocaust, zwarte bladzijden zoals het uitroeien van generaties van Indianen in Amerika. En vele andere Zwarte bladzijden die wij in onze geschiedenis hebben meegemaakt. Wanneer we dat lezen en wanneer de kinderen straks, of onze kleine kinderen, onze geschiedenis, huidige geschiedenis gaan lezen. En dit soort bladzijden ook gaan lezen. Zullen zich ongetwijfeld vragen: hoe stond mijn vader eigenlijk erin? Wat heeft hij of zij of mijn moeder betekend? Hoe hebben ze bijgedragen aan. Het bestrijden van het onrecht wat nu gaande is. En daarom blijf ik altijd tegen mezelf zeggen: neem een positie in. Gebruik wijsheid en kennis die Allah ons als mensheid heeft gegeven om een onderdeel te zijn van de oplossing. Laten we niet in de illusie leven dat we machteloos zijn, dat we niks kunnen doen, dat we niks kunnen betekenen. Dat we enkel en alleen gaan wachten totdat de wereldleiders iets gaan doen. We hebben veel te, te, te doen. We hebben veel te zeggen en we kunnen veel met de wil van Allah Azza wa bereiken. Ja, wanneer het zo lang duurt, gaan mensen verder met hun leven, met hun werk, met hun school, met hun ontwikkeling, met hun gezin. En dat is begrijpelijk. Sterker nog, ik ben iemand die ervoor pleit om dat te blijven doen. Want door geketen te blijven en enkel aan en alleen jazira te gaan volgen om te weten wat daar gaande is. Zorgt ervoor dat alleen emoties worden aangewakkerd, maar niet rationaliteit. En daarom is het nu belangrijker dan ooit om na te denken over de positie die wij innemen, de houding die wij aannemen, de manier waarop wij in het leven staan, de doelen die wij voor ogen hebben en wat wij met dit leven willen, willen bereiken. Wat wil jij voor de mensheid betekenen? Dat zijn hele belangrijke vragen die ook aan de oplossing zouden kunnen bijdragen. Er is geen tijd meer voor TikTok filmpjes. Er is ook geen tijd meer voor Snapchat of filmpjes op YouTube of shorts. Het is nu tijd van hard werken. Het is nu tijd van heropvoeden. Het is nu tijd van ontwikkelen. Het is nu tijd van eenheid. Het is, niet, het is nu tijd van broederschap en saamhorigheid. Het is nu tijd om rijk te worden. Niet in de negatieve zin van, van, het, van de betekenis van rijkdom, maar in de positieve betekenis. Omdat wij. Op een goede manier met onze bezittingen, met onze kennis, met onze wijsheid kunnen bijdragen aan een betere en een betere wereld. Altijd kiezen voor de weg die Allah voor ons heeft gewild. Die de norm moet zijn. Dat het doel niet meer verderf, chaos of moord moet zijn. Maar het doel moet altijd vrede en harmonie in de samenleving waarin wij leven en in de hele wereld. We wensen iedereen dat ze een goed leven krijgen. Ongeacht hun ideeën, opvattingen, huidskleur of religie. Dit is wat Allah van ons wil. Ja, ayyuhallah, Treed allen, zag Allah in de Koran, treed allen vrede binnen. Dat is wat wij uiteindelijk willen. En een van de verwijten, als ik dat een verwijt mag noemen, die ik de afgelopen dagen heb gekregen is: Je bent altijd. Iemand die voor verbinding gaat, wat maakt het nu anders dan altijd? En mijn antwoord was, daarop was heel simpel. Wie zag dat ik nu niet aan het verbinden ben? Wie zag dat ik nu niet met hetzelfde bezig ben als voorheen? Alleen, de situatie is anders. De aanpak is anders. De context is anders. Het gaat hier niet om een meningsverschil. Het gaat hier niet om een opvatting of een idee, maar het gaat hier om acties. Die vele menselijke leven kost. Het kost ons veel kinderen die het recht hebben om, te onder om onderwijs te krijgen, om een gelukkig leven te leiden, om, spelen, om te spelen, om in veiligheid te leven, om zich op een goede manier te ontwikkelen. Het gaat hier om vrouwen die een toekomst hadden, die een droom hadden, die hun kinderen op een bepaalde manier wilden laten opgroeien, willen opvoeden. We hebben het hier over ouderen. Die hun leven op een goede manier, op een vreedzame manier wilden uh, afsluiten. We hebben het hier, geliefde broeders en zusters, over onrecht, wat ook in de geschiedenis, wat wij ook in de geschiedenis hebben meegemaakt. En we willen niet dezelfde fouten maken. We willen niet dezelfde fouten maken als in Zuid-Afrika. We willen niet dezelfde fouten maken als de Oeigoeren in China. We willen niet dezelfde fouten maken als uh, uh, Myanmar. We willen niet dezelfde fouten maken als de Holocaust, want wij we wensen iedereen vrede. Maar dat we nu aan het boeten zijn voor de fouten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt voor de verschrikkelijke daden van nazi's dat is onacceptabel. Want dat kunnen we op geen enkele manier tolereren. Voor mij betekent verbinding ook duidelijk zijn wat jouw standpunten zijn. Verbinding betekent ook opkomen voor je rechten dat daar ruimte voor moet zijn. Je mag anders zijn, je mag andere ideeën hebben, je mag andere opvattingen. Maar op het moment dat dat ten koste gaat van menselijke levens, dan stop ik daar. Op het moment dat dat met geweld gepaard gaat, dan heb ik geen ruimte meer om het gesprek met diegene aan te gaan of om zijn hand te schudden. Daar is geen enkele ruimte voor. En daarmee bedoel ik niet de gewone burgers. Met verschillende nationaliteiten, met verschillende achtergronden. Ik ben bereid om naast iedereen te staan. Ik ben bereid om de hand van iedereen te schudden. Ik ben bereid om iedereen zelfs te knuffelen. Ik heb joodse vrienden, christelijke vrienden, moslimvrienden, atheïstische vrienden, met wie ik heel goed bevriend ben, met wie ik goed contact heb. Dat wij op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan. Ik met mijn opvattingen, met mijn ideeën, met mijn overtuigingen en hij met de zijne. Dat vind ik totaal geen probleem. Maar ik ga geen handen schudden van iemand wie een oorzaak was. Of welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het vermoorden van kinderen en het uitroeien van volkeren. Op het moment dat mensen duidelijk een kant kiezen. Want dit is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Dit onrecht zal straks in, in geschiedenisboeken komen te staan. als een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Zoals. Uh, Srebrenica. Ik heb die bezocht. Ik heb daar de pijn gevoeld van de generaties voor mij. Maar ik, ik heb mij wel afgevraagd hoe is het zo ver gekomen? En dat is nu wat wij nu ook meemaken. Straks zullen jouw kinderen of kleinkinderen dezelfde vraag stellen. Hoe was het zo ver gekomen? Waarom is het de mensheid niet gelukt om op te komen voor al die onschuldige burgers? Nu meer dan 8000 levens. Die allemaal een toekomst hadden, die allemaal een droom hadden, die allemaal een doel hadden die zij wilden bereiken. Maar iemand heeft gekozen dat zij een einde moeten maken aan hun leven. Waar sta jij? Welke positie neem je in? Wat is jouw houding? En wat heb je vooral gedaan om dit onrecht te stoppen? Ga je zelf niet de illusie creëren of voor jezelf de illusie creëren? Dat jij een keer hebt meegedaan aan een demonstratie. Heel goed, maar dat is niet voldoende. Of dat jij een post of een artikel hebt gedeeld. Of dat je een filmpje zoals dit hebt gemaakt en denkt daarmee je taak te hebben voltooid. Dit is een missie, dat is een doelstelling. Wij zouden altijd, maar dan ook altijd, moeten opkomen voor kernprincipes van ons geloof. Voor vrede, voor harmonie. Dat is namelijk de essentie van het leven. En dat zou de norm. Moeten zijn, omdat we daarin wijs gaan handelen, niet uit emoties reageren. Aan emoties hebben we niet veel, ze zijn belangrijk, maar ze zijn niet alles. We moeten rationeel aan de slag gaan. We moeten onszelf verder ontwikkelen. We moeten onszelf blijven, uh, uh, blijven onderwijzen. We moeten vooral deze zaak blijven delen en aandacht gaan geven. De komende dagen, jullie zullen het zien. De komende dagen zal er veel minder aandacht zijn. ...voor het onrecht, want we gaan daar een gewend raken. Maar aan moord, aan genocide, aan oorlogsmisdaden kunnen we en mogen we ook niet wennen. Ga verder met je leven, doe je werk, ga studeren, ontwikkel jezelf, hou je vooral bezig met je gezin... ...doe ook leuke dingen, maar vergeet deze zaak niet. Niet in jouw dua, niet in jouw gesprekken en niet in jouw steun. Dit is een boodschap die ik graag met jullie wilde delen... Ik hoop dat we met z'n allen hier, aan, uh, hier, hier iets aan hebben. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ieder persoon die op welke manier dan ook hieraan bijdraagt, op een goede en positieve manier, die een onderdeel wil zijn van de oplossing, mocht Allah subhanahu wa ta'ala dit pad voor hem vergemakkelijken. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala dit pad voor hem of voor haar vergemakkelijken. Mocht Allah Azawajalla en ieder die hier op een goede manier met wijsheid en met kennis hieraan bijdraagt. Mocht Allah Azawajalla diegene belonen. Mocht Allah Subhanahu wa ta'ala diegene behoeden tegen ook vorm van onrecht. Mocht Allah Azawajalla onze broeders en zusters in Palestina bevrijden. Mocht Allah Subhanahu wa ta'ala hen krachtheid bevrijden. Kracht en wijsheid geven om deze beproeving te overwinnen. Mocht Allah ons in staat stellen om de juiste beslissingen te nemen. Mocht Allah azza wa ons dichter bij elkaar en dichter bij hem subhanahu wa brengen. Mocht Allah azza wa ons voorzien van kennis, van iman, van geloof, van kracht, van, uh, 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 van energie. Om de juiste positie in te nemen en om op een goede manier hiermee om te gaan. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.